Welkom bij Coffee Break, het programma waar wij een pauze nemen en een babbeltje maken met interessante vrouwen. Nou, dit programma komt tot u met de complimenten van Mico en Puro Coffee. Vandaag ben ik in Puur aan de Johannes Moerastraat en ik heb een Coffee Break met Natasha van Poen. Hallo. Natasha, welkom. Dankjewel Priscilla. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed en hoe gaat het met jou? Geweldig. Ik zit nu met jou. We hebben een break, een koffiebreak. Nou, Natasha is geboren in Suriname, heeft gestudeerd en gewerkt in Nederland en heeft op den duur besloten om terug te komen naar Suriname. Natuurlijk wil ik weten waarom, maar alvorens ik die vraag stel, gaan we eerst vragen, hoe belangrijk is koffie voor jou? Elke ochtend moet mijn dag starten met een kopje koffie en eventjes een 10 minuutjes tot een kwartiertje voor mezelf. Dus zo. Elke ochtend. En hoe drink je koffie? Zwart. Zonder suiker? Zonder suiker. Gewoon puur zoals het hoort, zou ik moeten zeggen. En zoals je hem nu hier hebt. Zoals ik hem nu hier heb. Puur bij puur. Ja, nou, we hebben onze koffiebreak. Natasha zegt, ze begint haar dag met een kopje koffie en dat maakt het helemaal compleet. Wat gebeurt er als jij eigenlijk laat bent, je hebt haast en je hebt geen tijd voor je moment met je koffie? Wel, ik zal niet zeggen dat ik klachten krijg. Sommige mensen krijgen hoofdpijn en allerlei soort dingen. Dat krijg ik weer niet, maar ik voel me wel eens incompleet. Weet je? Dus wat ik dan doe als ik op het werk aankom en waar ik naartoe ga, dan neem ik gewoon een kopje koffie. Dan zoek je hem wel op. Ja, dan zoek ik hem. Er moet wel eentje in mijn dag zijn. Oké, dus jouw dag is niet compleet als je geen koffie hebt. Inderdaad. Bij mij ook hoor. Als ik geen koffie drink, geloof me, niets gaat goed. Ik ben niet te spreken. Ik heb hoofdpijn, chagrijnen, noem maar op. En als zoek ik hem dan op, mijn koffie, is hij ook niet meer lekker. Ja, ik moet echt opstaan met koffie. Ik moet echt beginnen. Ja, ik moet echt beginnen met koffie. Nou, ik doe een slokje nu. Ik ga dan meteen verder. Een slokje nemen. Natasha, jij hebt gestudeerd en gewerkt in Nederland. Vertel me even daarover. Ik ben, toen ik 18 was, geslaagd hier van de middelbare school. En toen ben ik gaan studeren in eerste instantie in Amsterdam. Ik begon met IT te studeren, informatiekunde. Dat heb ik op de duur niet afgemaakt. Ik ging toen helemaal naar Tilburg. Daar ging ik kunst studeren. Ik ging musical theater studeren. Nou, ook heel leuk. Ik was aangenomen daar, audities gedaan. Nou, je kent het wel, het hele theatrale. Mm-hmm. En van daaruit naar Tilburg ben ik toch weer naar Amsterdam gegaan. En toen ben ik communicatiewetenschap gaan studeren. En toen ik dat heb afgemaakt, mijn master, toen ben ik daar gaan werken. En uiteindelijk heb ik mijn carrière mogen starten bij HP, bij Hewlett Packard. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt, tot ik terug ben gekomen. Naar Suriname. Waarom ben je teruggekomen naar Suriname? Dus het was altijd wel de bedoeling om terug te komen. Het kriebelde. Ik ben 12 jaar weg geweest. Ja. En het was echt een bakatoir voor Jari, zeg maar. Klopt, voor mijn mens, weet je. En ik kwam hier toen voor de social media conference. Ik kwam een keynote geven. Mm-hmm. En ik kreeg wat mooie aanbiedingen. Ik had wat goede gesprekken gevoerd, maar ik was nog niet helemaal ready. Ja. Nog. Toen ging ik terug naar Nederland en ik moet je eerlijk zeggen, ik kon maar niet op mijn aarde. Ja. Het ging niet zo lekker. Ik werkte ook veel te veel. Op een gegeven moment was het dat ongezonde toe. Dus toen heb ik even een break genomen. Ben ik naar Suriname gekomen met de bedoeling om eigenlijk gewoon even een maandje met mijn ouders te zijn. En tot rust te komen om weer te charsen. Om het volgend jaar, het was toen december, om weer naar Nederland te gaan. Eigenlijk energie. Energie met ook. Energie, ja. Absoluut. Okay. En van daaruit. I never... never left? Nee, alleen maar om in te pakken. Dus, Oké, Natasha, je werkt dus nu in Suriname. Wat doet Natasha allemaal? Ik werk bij Fernandes Bakkerij. Daar ben ik marketing manager. Ik ben daar gestart en inmiddels mag ik ook wat andere leuke dingen, projecten erbij doen. Mm-hmm. En dat is heel leuk. Weet je, als je eerst in een bedrijf komt, dan ben je echt bezig met het werk zoals het werk is. En naarmate je, weet je, wat meer in de ervaring opdoet, dan ga je ook met allerlei andere dingen bezighouden. Mm-hmm. En ik ben iemand,
ik kan niet met één ding bezig zijn. Ik wil met van alles en nog wat bezig zijn. Dat probeer ik ook echt te doen. Dus het wordt er alleen maar leuker op. Oké. Je bent er bezig bij, want ondanks je dagelijkse werkzaamheden heb je ook nog jouw social life. En dat vind jij erg belangrijk. Dat weet ik, want Natasha en ik, we kennen elkaar vanaf we 2 jaar zijn. Ja. We zijn samen opgegroeid. Daar heb ik het over de Spice Girl periode. Ja. Met onze schoenen. Onze hoge schoenen, ja. Dus Natasha is echt een bezige bij. Ze is druk, niet alleen gewoon de uitingen, maar gewoon ook in haar hoofd is ze altijd druk. Hoe ga je daarmee om, met die drukte, die energie? Dus als ik onder mensen ben, dan ben ik meestal inderdaad druk. Ik ben the life of the party, ik ben degene die altijd de grootste man praat, veel te veel, ook in meetings, weet je. Dus als Natasha begint te praten, oh jee. Maar ik zoek dan ook echt de momenten op voor mezelf. Ik ben aan de andere kant Ena's kind, dus wanneer ik alleen ben, dan ben ik ook zo content. Yep. Ik mis dan de interactie niet. Ik heb dan mijn moment, ik heb een Kindle, yeah. En daar heb ik heel veel boeken op. En dan ga ik een boek lezen met een kopje koffie of een kopje thee. En dat zijn mijn momenten. Zo'n headphone op, heerlijk vind ik dat. Dus ja. Ik moet rechargen en ik doe ook veel aan yoga. Dat helpt me ook om gebalanceerd te blijven. Ja. En dit soort routines heb ik me moeten aanleren. Omdat ik dus in Nederland eigenlijk nooit tot een rustpunt meer kwam toen ik eenmaal zo werkte. Het ging maar door. Ja. En hoe ga je om met die verschillende culturen eigenlijk? De Nederlandse cultuur, daar heb je mee moeten werken. Ja. En nu ben je in Suriname en heb je nu de Surinaamse cultuur. Hoe ga je daarmee om? Ik ga je eerlijk zeggen, Priscilla, het is soms lastig. Weet je waarom? Omdat in Nederland, dan ben je Surinamer. Je bent allochtoon, je bent Surinamer. En oké, dan voel ik me, weet je, inderdaad. En dan kom ik hier en hier zeggen ze, mama, jij bent een Nederlander. En dan denk ik, wacht even, dus nergens waar ik kom ben ik eigenlijk, weet je. Dus dat zijn wel, weet je, van die momenten dat je denkt, hé, dit is wel gek, hè. Als je langer weggaat, je bent niet helemaal deel van een andere cultuur, maar binnen je eigen cultuur heeft men ook zoiets van, maar je was zo lang weg, ben je wel nog deel van ons? Maar ik voel me op en top Surinaam, zo daar niet van. Nou, dat is geweldig, dat is super. En hoe zit het met de werksfeer? De werksfeer, ik heb een geweldig team. Ja? Echt waar, ik heb een geweldig team. En weet je wat het verschil was? Ik was ook marketingmanager in Nederland, maar daar werkte ik... zonder team. Je werkt virtueel. Je werkt met agencies, je zet alles uit en je directe collega's die zitten in andere landen. Dus dan heb je de marketingmanager van Italië en van Zwitserland, et cetera. Dat zijn je collega's. En je zit de hele dag met zo'n headset op, weet je. En oké, je gaat naar je evenementen en je dingen, maar het is vrij op jezelf. En het waar ik me meest op verheugde en ook nog steeds het leukste vind, is hier heb ik gewoon een team. En met mijn team, we zetten mooie dingen in elkaar, we zetten mooie, vind ik zelf, mooie evenementen op bij Fernandes. En ik geniet ervan om met mensen te werken. Ja, mijn ervaring, of wat ik men vaak heb horen zeggen, is eigenlijk je collega's tijdens werktijd zijn je familieleden. Absoluut. Ja? Heb je dat ook ervaren? Ja. Echt wel. Het verschil gelijk opgemerkt? Ja, echt, echt. Want in Nederland is dat helemaal niet. En men heeft echt zoiets van werk is werk, het is zakelijk. Ja. En hier is het echt, we zijn echt hecht met elkaar. Ja. En dat waardeer ik enorm. Nou, super Natasha, jij bent dus niet zo lang terug weg geweest. Je was naar New York. Niet alleen naar New York, met een aantal plekken geweest. Ja, in één keer? In één keer, ja. Ik was deze keer niet naar New York, ik was naar Las Vegas. Oh, Las Vegas was je? En Los Angeles en San Francisco. Oké, je reist ook graag en heel vaak? Heel graag, ja. Oké, en waarom? Ik heb deze reis, het was in eerste instantie voor werk. In Las Vegas hebben wij een beurs bezocht en dat was heel interessant. Ik ben ook voor het eerst voor mijn werk heb ik dat mogen meemaken. Dus daar hebben we heel veel kennis op gedaan en daar gaan we nu mee aan de slag. En daarna, heel veel mensen hadden daarvoor vakantie, omdat ze net de schoolvakanties. En ik dacht, nou dan weet je wat, ik ben eenmaal daar, dan ga ik daarna op vakantie. Precies. Dus het was een vakantie die ik dan daarna heb gepland en ik ben gewoon alleen gaan reizen. En dat is iets wat ik enorm leuk vind, het geeft mij een nieuwe boost weer. Okay. Gewoon alleen een plek verkennen.
Nou, dat is flink van je, gedurfd in elk geval, om zo alleen te reizen, alleen op vakantie te gaan. Natasha, jouw ervaring om als vrouw, je bent jong, om positie te hebben, manager te zijn. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Vanuit mezelf, dus hoe ik daarmee omga, voor mij is het, ik sta er niet bij stil. Ik ga gewoon, ik doe mijn werk en ik probeer het zo leuk mogelijk te maken. Maar je merkt, het kan zijn in de interactie dat je inderdaad soms niet altijd positieve reacties krijgt. Ja. En dat je soms eraan wordt herinnerd van, hey, het is wel soms nog steeds een mannenwereld. Maar ik sla me daar gewoon doorheen. En je doet je ding. Ik doe mijn ding. Ik ga gewoon. En ik heb echt zoiets van, je moet er zelf wat van maken. Je kan ook bij de pakken neerzitten en zeggen van, hey, maar wacht even, dit was niet eerlijk. Of weet je, de ene keer toen gebeurde dat en toen deed het. Nee, weet je, dat kan. Vele dingen gebeuren. Maar je gaat gewoon verder. En de volgende keer kom je nog harder en sterker terug. Ja. Dus dat is een beetje hoe ik het aanvlieg. Ah, oké. Zit je verder nog in andere organisaties? In Suriname of in het buitenland? Nee, op dit moment niet. Er zijn wel wat zaken in de pijplijn. Dus waarschijnlijk binnenkort ga ik wat andere dingen doen waar ik nog niet al te veel over kan zeggen. Maar ik wil ook wel nu wat meer ja. doen. Eerst was ik nog echt bezig met het wennen en weet je, hier en ik heb wat heel... Weet je, we doen lekker veel bij de bakkerij, dus, maar nu wil ik toch wel wat dingen ernaast gaan doen. Oké, maar heb je wel tijd daarvoor? Heb je die ruimte? Dus ik heb mezelf gezegd, nu ga je ruimte maken, want ik blijf zeggen dat ik het niet heb. Maar ik moet dat toch anders gaan doen. Anders blijf ik altijd, weet je, dan blijf je bij één ding. En ik wil gewoon nog wat dingen erbij doen. Okay. Met name het maatschappelijke trekt me. Mm-hmm. Weet je, dus ik vind you have to give back. En op wat voor manier dan ook. Dus ik ben benieuwd naar de combinatie. Ja, en nieuwe uitdagingen. Precies, nieuwe uitdagingen. Oké. Los van reizen, wat doe je nog meer in je vrije tijd? Yoga probeer ik wel echt elke week te doen. Sporten. Ik ben iemand die wel twee keer in de week in de gym te vinden is, normaal gesproken. Maar je kent het wel, dan stop je even en dan start je niet meer. Klopt. En daarom ben ik niet iemand van elke dag en zo. Ik zeg, weet je, twee keer en een keertje yoga of twee keertje yoga. Anders als je dat ding, het wordt te intimideren, dan ga je niet meer. Dus ik hou ervan om actief bezig te zijn. Ik hou ervan om op voeding te letten en al dat soort dingen. Een beetje healthy lifestyle. Dus dat geeft het gevoel dat ik op een manier voor mezelf zorg. Heb je een advies voor jonge vrouwen die zo dagelijks bezig zijn met hun werkzaamheden en die eigenlijk ook nog door willen studeren, maar geen ruimte en tijd daarvoor hebben? Heb je misschien een advies voor de vrouwen? Ja, ik zou zeggen, breng in kaart wat je wil. Zet een tijdlijn uit en niet alles kan morgen. En maak het vooral niet te moeilijk voor jezelf in eerste instantie. Maak de berg niet te hoog, net als met het sporten van je gaat elke dag. Of binnen een jaar heb je een PhD. Nee, stippel het uit en ga ook kijken naar het financiële plaatje. En probeer een plan te maken voor jezelf. En als je er zelf niet uitkomt, vraag hulp. Er zijn zoveel mensen die met je mee kunnen denken, met je mee kunnen kijken. En het belangrijkste, don't give up. Don't give up. Zeg Natasha. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Oh ja, onze koffiebreak is om. We hebben geen tijd meer. Leuke verhalen allemaal. Wij gaan lekkertjes door. Maar we moeten afsluiten. Natasha, je hebt heel veel energie nodig door de dag heen. En daarvoor heb je koffie nodig. So, for the road krijg je zo een puro beker. En dan kan je koffie overal met je mee. Ja, nou, geweldig. Bedankt voor jouw bijdrage tijdens onze break. En jij ook bedankt. Ik hoop dat je meerdere vrouwen kan inspireren. En succes verder met je carrière. Dankjewel. Oké, dan gaan wij door met onze lekkere koffie. En dan zien we jou bij de volgende aflevering.